Ja, ik ben een finalist van Miss Beauty of Utrecht. Ik voel me echt Miss Congeniality Sandra Bullock, because anders had ik dit nooit gedaan. En ik zat er echt van, wacht, wat? Jongens, laat ik het verhaal even van het begin beginnen. Als je me volgt op Instagram en op Facebook, whatever, dan heb je al gezien dat ik meedoe aan een misverkiezing. En ja, daar gaat deze video eigenlijk over. Ik ga jullie uitleggen hoe ik daar ben gekomen en waarom en hoe de auditie was. En ik wil het gewoon heel graag met jullie delen, want het is gewoon een soort van heel erg bizar. Want ik had helemaal niet verwacht dat ik zeg maar ooit mee zou doen aan een misverkiezing. But here we are. Bij deze dus mijn sherp, OMG. Ja, ik ben een finalist van Miss Beauty of Utrecht. Ik voel me al Miss Beauty, ook al ben ik dat nog niet. Ik ben alleen een finalist. De finale is 20 april. Dat is ook bijna alweer voor mijn gevoel. Maar tot die tijd ga ik gewoon met jullie mijn journey tot wellicht mis. Of vierde of vijfde of laatste plek. Maakt niet uit. Maar ik ga het in ieder geval allemaal met jullie delen. En ik vind het gewoon heel erg, I don't know, super bijzonder. Elke keer als iemand mij vraagt van ja, hoe ben je daar gekomen? Hoezo? I don't know. Het is een soort van, it just happened. Een tijdje geleden kreeg ik een DM van Zoe Jaarsma. Shout-out naar jou, Zoe, because anders had ik dit nooit gedaan. Zoe die had mij een bericht gestuurd met de vraag, hoi, heb je er ooit over nagedacht om mee te doen aan een misverkiezing? En ik zat ervan, nee, wow, wat houdt dit allemaal in en wat moet je doen en weet je wel, hoe gaat dat en zo? En dus ik kreeg een brief van Zoe van, ja, dit en dat. Ik ben nu gescout, dus op dit moment is de auditie, kom langs en doe auditie. Ik zat eerst van, ja, maar mis, is dat wel iets voor mij? En toen dacht ik, weet je wat, we gaan het gewoon doen. Ik ben heel benieuwd hoe dit zou zijn en wat voor ervaring het meebrengt. En nu Zoe mij toch heeft gevraagd van, hey, waarom niet? Dacht ik ook, waarom niet? Dus in die insteek heb ik me ingeschreven, ging ik door naar de auditie. En de auditie was 3 maart. Het enige wat ik vooral spannend vond was op hakken lopen. Want ik loop nooit op hakken. Nu ondertussen wel. Maar ik ben 1,80, dus ik had nooit echt zo van, yeah, let's wear 10 centimeter heels. Dus ik ging oefenen met hakken lopen. En hoorde al bikini rondes en dingen. Spannend. 3 maart was er ineens. Mijn moeder en mijn zus gingen mee. En we gingen naar Meidrecht. Daar in een hotel was de locatie van de auditie. En ik had geen idee hoeveel meiden er zouden zijn, weet je wel, hoe het eruit ziet, wat, nee, ik weet niet, je gaat er gewoon best wel, ik ging er best wel blanco in, want het is gewoon moeilijk om daar een soort van verwachting van te hebben, zeg maar. Beter maar ook misschien. En ik vond het spannend en op mijn hakjes en in mijn outfit, mijn badjas mee, mijn bikini. Nog steeds als ik aan terugdenk, ik vind het gewoon heel bijzonder dat ik nu dit allemaal ga meemaken. Maar in ieder geval, dus, ik kwam daar aan en moest mijn naam doorgeven. Ik nam een Lloyds Paperkamp en hier, je bent nummertje 60. Dus ik was nummertje 60, ik moest hem zo op mijn outfit spelden. En toen mochten we gaan zitten. We waren aardig vroeg, want ja, ik hou van vroeg zijn. Dat vind ik fijn. Tijd voor de zekerheid. Dus toen moesten we even wachten, een tijd. Nog even wachten. En toen vond ik het wel heel spannend. Ik had wel echt zenuwen en stress. Maar in ieder geval, op een gegeven moment mocht ik naar boven. Werd ik geroepen. En mocht ik met 3 andere meiden, als een soort groepje, mochten wij voor de jury gaan staan. En het hele lopen, de hele tijd, vond ik gewoon zo zenuwslopend. Want elke 10 meter voelt echt als een eeuwigheid. Maar we mochten naar binnen. We moesten op de kruisjes gaan staan. In een rijtje. En dan mocht je jezelf voorstellen. Nou, in eerste instantie wat ik alleen maar zag waren 10 man die voor mij zaten. En ik die 10 meter naar dat dingetje moest gaan lopen. Zonder te gaan struikelen of door mijn enkels te gaan. En ik dacht alleen, oh ja, mispose. Lachen. Oké. Ik ging staan. Die mispose. Het is op zich een simpele pose. Maar als je hem voor een bepaalde tijd stil moet op hoge hakken, is het nog best een ding, oké? Ik in mijn mispose en een beetje heen en weer. Een beetje blijven proberen te staan. Hi. Ik was de derde, dus ik moest als derde mij voorstellen. Ik dacht, nou, hoe heet mijn kamp? Ik maak video's. Ja, dat is mijn ding. Dus natuurlijk vertel ik dat ik video's maak en dat ik een YouTube-kanaal heb. En nou ja, zei ze van, ja, en hoeveel volgers heb je? Wat doe je? Dit en dat. Nou, ik een beetje praten en de rest ook een beetje praten. Een paar vragen gesteld. En dat was eigenlijk de eerste ronde. Gewoon een voorstelronde. Maar ja, je staat daar toch en het is toch best wel spannend. Nou, dat gehad, mochten we weer terug. Ik, ah, shitty. We moeten naar de deur lopen. En dat voelt dan alsnog knijterlang. Maar in ieder geval gehaald. We waren weer naar de deur. Toen mochten we naar beneden. En toen zouden we bijna opgeroepen worden voor een groepsfoto. Dus mochten we op de trap met z'n allen staan.
leuke foto maken. Kun je een beetje de andere meiden weer zien. Maar ja, ik kende niemand, dus ja, je leert elkaar een beetje kennen al op zo'n eerste dag. Daarna was de bikini-ronde. Nou, ik had echt geen idee wat het nou precies zou inhouden, zeg maar. Wat dat inhield. Dus jongens, bikini-ronde, jullie mogen gaan omkleden boven. Dus ik, nou, oh, hup, we gaan omkleden. Ik met mijn bikini en met mijn badjas in een kamer omkleden met iedereen. En toen kregen we een soort uitleg van hoe we dat nou moesten doen. En, nou, Zoe en Frances en nog iemand, een paar andere meiden, die deden dus de vorige misses, of de misses, die deden het loopje voor, hoe je dat dus moest gaan doen voor de jury, hoe je moest gaan lopen in je bikini en dan moest poseren en dan weer door moest schakelen en dan weer doorlopen en dan weer weg mocht. Dus ze deed het één keer en ik zat er echt van, wacht, wat? Dat ging heel snel. Daarna mocht je weer in de rij gaan staan, mochten we weer in vier, zeg maar, in vier naar binnen en dat hetzelfde doen. Ging waarschijnlijk niet zo ideaal als bij die Zoe en Frances, but oh well. Maar in ieder geval, in je bikini voelt toch een beetje gek. Ik vond het op zich niet heel raar, maar ja, sowieso dat lopen. Het is apart, het is wel heel bijzonder. Dus dat was geweest. En daarna hadden we eigenlijk alleen nog maar de Engelse vragenronde. Heb ik geluk dat ik wel een beetje Engels kan en dat ik dat ook gewoon leuk vind. Dus in die zin dacht ik, oké, dit zit wel goed, dit kan ik wel. En anders verspreek ik mezelf. En dat maakt ook niet heel veel uit, want je bent gewoon een mens. Ik zag mensen, meiden naar binnen en naar buiten komen. En ze, ja, ze vroegen dit en dat. En oh god, en ik sloeg dicht. En oh nee, het ging goed. Of weet je, iedereen had hele verschillende ervaringen erbij. Dus ik dacht, oké, komt goed jongens, we kunnen dit. Dus ik mocht naar binnen en weer een eind naar die stoel en kijk dan naar de jury en om je heen en je denkt, wanneer kom ik nou tot die stoel, want het is zo lang. En toen wilde ik gaan zitten, maar ja, ik ben super lang en die stoel was laag en ik had ook nog hakken aan. Dus ik ging maar zitten en ik zit en ik ging maar zitten en ik ging naar beneden en ik ging nog meer naar beneden en ik dacht, waar blijft die stoel? Er komt hier geen eind aan. Dus ik knal op die stoel, echt zoals een meest Mrs. Charmante manier om op een stoel te gaan zitten. Zo kwam ik als een op mijn stoel terecht. Ik weet niet eens meer wat ik zei. Ik maak er een soort grapje over. De jury moest lachen. Dus ik dacht, nou, top. Dan hebben die ook weer gehad. Maar ja, wel heel typisch. Ik voel me echt Miss Congeniality Sandra Bullock bij al die meiden. Want iedereen is zo mooi. En een soort van curly en cool en cute. Kom ik aan. Hey. Maar dat is niet erg. Weet je, embrace it. En dat is ook mijn hele ding voor deze Miss Journey. True to yourself, blijf jezelf. En toen was de vraag over waar ik heen zou willen, met wie, welke stad. En ik zei van Paris en Italy en oh my god, met mijn sister en mijn mom. Ik weet niet meer precies hoe mijn accent was. Volgens mij was het wel oké. Maar dat gehad, moest ik weer terug. Toen moest je weer even wachten en toen was de uitreiking. Oh, moeder en zus en iedereen die mocht mee. En ja, ze gingen gewoon mensen at random volgens mij gingen ze opnoemen die door waren. Nou, voor het eerste die me even goed bij is gebleven was Lindsay. Die zat bij mij in het groepje. Dus ik was echt van, yeah, Lindsay is door. En toen kwam de volgende. En de volgende was door. En er was er nog één door. En er was er nog één door. En nog één. En op een gegeven moment dacht ik wel, nou, misschien wordt het hem niet meer. En ik keek naar mijn zus en mijn moeder. En ik zat van, nee, dit gaat hem niet meer worden. Want in ene zin ben je een soort van heel erg confident van jezelf. Van, nou, dit zit wel goed. Dit kan, weet je, het ging goed. Dus ik ben door. En de andere kant is van, nou, maybe not. Omdat er zoveel namen werden opgenoemd, dacht ik wel van, oh, jeetje. Ik weet helemaal niet hoeveel mensen er doorgaan. Dus de kans werd natuurlijk steeds kleiner. En op een gegeven moment was ik de ene laatste naam die geroepen werd. En ik zat er echt van, oh my god, jeetje. En toen kreeg ik de sjerp van Frances. Ja, maar ik dacht echt, nou, laat maar, weet je, dit was een superleuke ervaring, maar hier blijft het bij. Maar nee, toch niet, gelukkig, ik was door. En toen kregen we eigenlijk gewoon meteen de hele briefing van, zeg maar, de hele misverkiezing van wat we allemaal gaan doen en wat we te wachten staan. En ik ga nu allemaal meenemen. Ik weet niet, ik zit er nog steeds, elke keer als ik erover nadenk, vind ik het gewoon heel erg bijzonder. En ik had gewoon niet verwacht dat ik ooit bij dit zou meedoen, hier zou komen, door zou zijn. Echt niet verwacht. Maar nu begint dus de hele reis. En ik vind het echt heel leuk. En ik ga jullie meenemen, want zo ben ik. Dus na de auditie kregen we uitleg wat we gingen doen. We gingen fotoshoots doen. We hebben danslessen. We hebben een bootcamp. Er komt van alles op ons pad terecht. Ik heb hele leuke meiden ontmoet die ook bij mij in mijn groep zitten. Er is ook nog een Miss Teens groep. Ik heb een paar van meegekregen, maar die ken ik nog niet zo goed. Wat we ook gaan doen is geld inzamelen voor de Linda Foundation. En de Linda Foundation is een foundation die geld inzamelt voor wat armere families. Dat is gewoon heel tof om te doen. Ik heb al helemaal plannen van wat ik wil gaan doen en hoe ik geld wil inzamelen en alle beetjes helpen. Dus als jullie willen, kunnen jullie natuurlijk ook doneren. Ik zal de linkjes en alle info in de beschrijving zetten. Als miss is het ook belangrijk om een kernboodschap te hebben voor het publiek. En ik weet al zeker wat die van mij is. En die wil ik dus ook even met jullie delen. Dat is
be true to yourself en wees vooral jezelf. Wat ik al zei, voel ik mij helemaal niet per se als de typische persoon om een mis te worden. Maar dat vind ik juist heel erg bijzonder, dat ik dus wel gezien werd als iemand die dat zou kunnen worden. En dat ik nu door ben, betekent dat je heel veel meer kan bereiken dan dat je soms zelf denkt. En ik wil graag een voorbeeld zijn voor andere meiden die daar soms twijfels in hebben en die zich onzeker voelen. Want dat doe ik soms ook, dat doe ik eigenlijk heel vaak nog. Maar dat niet altijd nodig is en dat je je eigen self-worth echt moet waarderen. Want je hebt maar één keer je leven. Je kan zoveel bereiken en je weet het niet eens. Dus ik wil heel graag een voorbeeld zijn voor jullie meiden en jongens. Iedereen die mij wilt volgen en iedereen die mijn boodschap wil ondersteunen. Het is gewoon heel erg belangrijk om van je tijd hier te genieten en het beste uit jezelf te halen. Ook al ben je niet perfect, want niemand is perfect. Ik ben verre van perfect. Maar het is juist belangrijk om die imperfectie te waarderen. Die imperfectie is het allerbelangrijkste en dat maakt ons allemaal mens. En daarom wil ik jullie dat steeds meegeven dat dat heel erg belangrijk is. En ik hoop dat ook nog langer te doen. SMS-poll heb ik nog niet, maar zodra ik die heb, dan deel ik dat natuurlijk met jullie. En dan hoop ik dat jullie voor mij willen stemmen als Miss Utrecht. Maar tot die tijd vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En stel lekker je vragen in de comments en in andere dingen. En ik ben heel erg blij dat ik dit mag doen. En ik ben echt dankbaar. En thanks nogmaals naar Zoe Jaarsma. Want als zij mij niet een berichtje had gestuurd, had ik helemaal niet geweten dat dit allemaal kon. Dus ja, ik ga jullie allemaal meenemen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie volgende week.